Goedendag, mijn naam is Michael Reumerman. Ik ben arts klinisch farmacoloog en tevens artsonderzoeker op het gebied van bijwerkingen. En vandaar dat ik jullie vandaag door dit college heen zal loodsen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, het gaat over geneesmiddelenbijwerkingen. En geneesmiddelenbijwerkingen, dat heb je misschien wel eens zelf meegemaakt of zie je wel eens regelmatig in de krant. Dus vandaar dat we een aantal krantenkoppen hebben meegebracht om te laten zien dat het ook echt heel veel voorkomt. En hier onder andere zo'n krantenkop van een aantal jaar geleden, waarbij Larep veel klachten kreeg over het gebruik van vitamine B12. Dus niet alleen bij echt het gebruik van zware geneesmiddelen, maar ook bij vitaminesupplementen of andere wat mildere geneesmiddelen of supplementen, zie je dat er al heel veel gezondheidsklachten kunnen optreden. Nou, daarnaast onder andere deze krantenkop, waarbij heel specifiek naar één fabrikant wordt gekeken, omdat één fabrikant een geneesmiddel heeft met specifieke bijwerkingen. Maar ook zelfs tot de ernstige bijwerking aan toe. Hier wordt bijvoorbeeld een patiënt besproken die haar ex en haar kind had vermoord onder het gebruik van bepaalde type antidepressiva. En dan was het de vraag. Hebben deze antidepressiva geleid tot het doden van de ex en het kind? Dus een hele ernstige bijwerking die zelfs kan laten doden. Maar dan ook, misschien een hele bekende, het gebruik van de Diana anticonceptiepil. Dat een aantal jaar geleden had geleid tot het doden van een aantal vrouwen door het gebruik van of door het optreden van een longembolie. En er is een schatting dat er ongeveer 10 tot 20 vrouwen zijn overleden door het gebruik van deze Diana-pil. Daar hebben jullie misschien ook al in de eerdere colleges wat over gehoord, over deze specifieke anticonceptiepil. Maar goed, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over bijwerkingen en over farmacovigilantie. Wat is farmacovigilantie? En dan de vraag of alle geneesmiddelen wel veilig zijn als je ze kan kopen. De verschillende soorten bijwerkingen en ook gaan we ze proberen een beetje te categoriseren. En dan ook kijken naar wat we kunnen doen om die medicatieveiligheid te verhogen. Als eerste wil ik beginnen met een aantal definities. En dan begin ik eerst met de Engelse definities. En de Engelse definitie van pharmacovigilance die staat hieronder aangegeven. Dus geef even tijd om hem te lezen. En dus het is eigenlijk alles wat we doen om bijwerkingen te detecteren, te begrijpen en ook te voorkomen. En dan is de vraag, wat is dan een adverse drug effect? Of wat is een adverse drug event? En hieronder staat de adverse drug event definitie en ook daaronder staat de adverse drug reaction definitie. En die twee zaken die verschillen inhoudelijk van elkaar. Lees ze eerst even door en kijk dan, of bepaal eerst even voor jezelf, wat het verschil is tussen die twee. En het belangrijkste wat hieruit het verschil, het belangrijkste wat hieruit moet komen, is dat de adverse drug event gewoon een event is ten tijde van het gebruik van medicatie. Maar dat is helemaal niet per se causaal gerelateerd. En dus het hoeft niet aan elkaar gerelateerd te zijn. De adverse drug reaction, daar zit wel een causaliteit in. Als we dit nou doortrekken naar het Nederlands, dan zien we wederom weer de definitie van farmacovigilantie in het Nederlands. En dan staan we voor een ander probleem. Want in Nederland hebben we eigenlijk alleen maar de term bijwerking. Je kan nog wel weer de adverse drug reaction of event vertalen naar het Nederlands, maar op zich houden we alleen de term bijwerking over. Dus in Nederlands is het ook heel moeilijk een onderscheid te maken tussen een ADE of een ADR. Een adverse drug event of een adverse drug reaction. Meestal gaan we ervan uit dat een bijwerking dan ook een adverse drug reaction is.
Maar ook een adverse drug event zou het best wel eens kunnen zijn. En dus hou hier rekening mee in de Nederlandse literatuur. Nou, dit stappenplan hebben jullie al gezien. Dr. Bakkum heeft dit enkele weken geleden in een filmpje ook aan jullie verteld. En ik wilde heel specifiek inzoomen op één deel uit deze hele stappenplan. En dat is namelijk deze. De post-marketing surveillance, ook wel fase 4 onderzoek. Daar gaan we het vandaag over hebben. En dan is het altijd de vraag, zijn geneesmiddelen wel veilig? Nou, als je dat college van Dr. Bakkum hebt gezien, dan zou je denken, goh, er zijn verschillende fase onderzoeken gedaan waar verschillende zaken zijn bekeken. En met name de fase 3 studies zijn bekeken of er bijwerkingen zijn. Dus dat zal wel goed zijn. Er zijn miljoenen ingestoken om te kijken of het geneesmiddel veilig is en goed werkt. Dus dat zal wel kloppen. Maar dan moet je je ook af gaan vragen, zijn deze studies, vooral die fase 3 studies dan, wel geschikt om bijwerkingen te detecteren? Ga eens na voor jezelf of dat wel of niet het geval is. Welke zaken zullen die studies misschien wel niet herkennen of opmerken? En als je dan gaat kijken, dan zijn er een aantal problemen met deze studies. Voornamelijk de lengte van de studie. De lengte van de studies, ja, soms is dat wel een jaar, twee, in een heel enkel geval iets langer. Maar goed, bijwerkingen, ja, die hoeven niet meteen op te treden. En daarnaast het aantal patiënten. Veel studies hebben wel 1000 patiënten in zich. Maar goed, als een bijwerking maar op 1 op de 1000 of 1 op de 10.000 voorkomt, ja, dan kan je hem wel eens missen. En dan is het de vraag, ja, als een hele ernstige bijwerking bij 1 op de 1000 patiënten voorkomt, maar die 1 op de 1000 gaat er wel aan dood, dat is wel een hele relevante om te weten. En daarnaast zijn die studies, vooral die fase 3 studies, heel erg homogeen. Het zijn vooral patiënten tussen de 30 en de 60 jaar. En de kinderen en de ouderen worden vaak geëxcludeerd. Er zit vaak weinig verschil in ras. Dat ook nog weer eens via die CYP-polymorfisme, wat al eerder besproken is in het college Algemene Farmacologie, mist. Er zijn vaak man-vrouw verschillen waar we de laatste jaren achter komen. Dat de mannen of vrouwen anders behandeld zouden moeten worden. Dat komt er vrij slecht in naar voren. En ook zien we dat de therapietrouw in die fase 3 studie heel erg hoog is, dat er relatief weinig comorbiditeiten zijn en dat deze patiënten in die fase 3 studies best wel een goede levensstijl hebben. He, dus die homogene patiëntenpopulatie in die fase 3 studies die wijkt nog wel eens af van de heterogene patiëntenpopulatie in de dagelijkse praktijk. Maar ja, na die fase 3 studies kan het geneesmiddel geregistreerd worden, komt op de markt. En sommige mensen zeggen wel eens, dan begint de echte studie. Dan wordt er gekeken wat het in de echte populatie gebeurt. En dan als we terugkomen op de vraag, zijn geneesmiddelen veilig? Nou, voor zover of een groot gedeelte wel, maar we weten er nog niet alles van. En vandaar is die fase 4 onderzoek is ook van hartstikke grote waarde. Omdat die fase 3 studies niet heel erg geschikt zijn om alle bijwerkingen eruit te vissen. Nou, dat zien we ook in het krantenkoppen. Hier bijvoorbeeld weer. Aantal ziekenhuisopnames door medicijngebruik fors gestegen. Nou, is dat dan allemaal het geval door die bijwerkingen? Nou, dat is niet het geval. Maar een harmonderzoek, waar jullie ook al eerder iets over hebben gehoord bij het college Polyfarmacie, liet zien dat er ongeveer 41.000 ziekenhuisopnames waren door het gebruik van geneesmiddelen. En dat ongeveer de helft daarvan te voorkomen is. Dan is het altijd de vraag waar die bijwerkingen nou onder vallen. Sommige bijwerkingen zijn namelijk wel te voorkomen, maar een heel groot gedeelte is namelijk niet te voorkomen. Maar een groot gedeelte van die 41.000 zal dus worden veroorzaakt door een bijwerking. En ook in het vervolgonderzoek medicatieveiligheid zagen we dat het aantal ziekenhuisopnames door medicatie juist verhoogd werd. En dat het voornamelijk ook de ouderen waren.
Nou, en laat ouderen nou veel geneesmiddelen gebruiken. En hoe meer geneesmiddelen, hoe meer kans je hebt op het gebruik, op het voorkomen van bijwerkingen. Dus het is een hele kwetsbare groep. En het zal dus niet verbazen dat er ook meer patiënten zijn opgenomen door een geneesmiddelbijwerking. Nou ja. En als we dan zien, waar worden patiënten dan door opgenomen als het over medicatie gaat, dan komt het voornamelijk door fracturen, duizeligheid, gastro-intestinale bloedingen. Nou, dan, en dat komt door een heel aantal verschillende geneesmiddelen. Ja, dan is het altijd de vraag, is dit nou een bijwerking? En had dit nou voorkomen kunnen worden? Ja, een groot gedeelte wel. Bijvoorbeeld als we kijken naar benzodiazepine, daar heeft u eerder ook college over gehad. Dat zijn sufmakers. Die kunnen ervoor zorgen dat iemand zal vallen en dat iemand daardoor een fractuur maakt. Nou, door bijvoorbeeld minder voor te schrijven van deze benzodiazepines of daar veel betere instructies bij te geven, wat wel en of wat niet te doen, dan zou een gedeelte van die fracturen voorkomen kunnen worden. Hetzelfde geldt voor die andere zaken. Gastro-intestinale bloedingen bij bloedverdunners of bij NSAID's komt veelvuldig voor. Maar soms kan door het gebruik van bijvoorbeeld een maagbeschermer het aantal gastro-intestinale bloedingen worden voorkomen. Het is wel degelijk dus wat aan deze bijwerkingen te doen. Nou, dan een andere vraag. Kijk eens naar deze foto en beschrijf eens wat u ziet. En dan gaat het voornamelijk om die man aan de linkerkant in het blauwe shirt en die mevrouw in het midden. En als u heel specifiek kijkt naar de armen, dan ziet u dat wat er is gebeurd. Dit is het gevolg van een geneesmiddel dat thalidomide heet. En thalidomide werd heel erg lang gegeven aan zwangere vrouwen voor van allerlei kwaaltjes. Maar de kinderen van deze vrouwen, die kregen deze verschrikkelijke aandoeningen. Namelijk korte armen. Korte vingers, gebogen vingers en armen. Vreselijk. En ook de kinderen van deze kinderen zullen nog klachten ervaren door het gebruik van die thalidomide. Dus dit mag nooit meer voorkomen. En dat dacht de Nederlandse regering ook. En vandaar is het bijwerkingencentrum Larep in de jaren 60 opgericht. Door het gebruik, of door het grote schandaal rondom thalidomide. En het Larep, ook wel wat staat voor het Landelijk Registratie en Evaluatie Bijwerkingen, probeert dit dus ook te voorkomen. En wat is LAREP dan? Nou, LAREP is een onafhankelijke organisatie in Nederland die medicatie en vaccins monitort. En hij monitort onder andere de bijwerkingen, doordat patiënten, artsen, apothekers al hun meldingen van bijwerkingen bij hun kunnen doen. En zij bundelen dan en kijken of er in Nederland een grote hoeveelheid bijwerkingen optreden. En bijvoorbeeld dat thalidomide-schandaal, dat had hij baat van kunnen hebben. Want we wisten namelijk, of heel lang wisten ze, op verschillende plekken dat die thalidomide klachten konden veroorzaken. Althans, patiënten kregen klachten van die thalidomide, maar dat werd niet op een centrale plek bijgehouden. Dus iedereen dacht dat het incidenteel optrad. Maar al die bijwerkingen van die thalidomide bij elkaar hadden waarschijnlijk geleid dat het middel veel eerder van de markt werd getrokken. En dan hebben we het echt over jaren eerder van de markt werden getrokken. En dat is dus nu niet gedaan omdat er geen centraal orgaan was dat al die bijwerkingenmeldingen bijhield. Daarnaast doet het LAREP ook andere zaken, namelijk intensieve monitoring. Ze gaan op bepaalde geneesmiddelen heel intensief vragenlijsten stellen van heeft u klachten bij het gebruik van dit. Ook tijdens de zwangerschap doen ze dat, wat heet pregnant. En daarnaast is het LAREP ook nog een kenniscentrum voor bijwerkingen en vaccins en op het gebied van teratologie. Dus teratologie, ook wel het schadelijk zijn voor het ongeboren kind, onder andere door het gebruik van medicatie. Nou, waarom is dit LAREP nou opgericht? Hier zien we een schema
Aan de ene kant zien we hieronder de patiënten, de artsen en apothekers. En hier zien we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En daar valt onder andere het CBG onder. En daarboven hebben we dan nog weer de EMA. Echter, als een patiënt of een arts vroeger een probleem had of iets opmerkte over een geneesmiddel, dus een bijwerking, moest hij of naar de farmaceut of via een hele grote omweg naar de minister. Ja, om helemaal naar de minister te gaan voor een bijwerking is wel wat te veel. Dus ze hadden eigenlijk een tussenstap nodig. En die farmaceut was eigenlijk geen goede tussenstap. Want dan ga je eigenlijk de fabrikant van jouw geneesmiddel vertellen dat het niet goed is. Nou, daar is natuurlijk heel veel, die farmaceut die zal het nu veel minder snel gaan doorgeven aan de minister. Dus vandaar dat er een tussenstap nodig was. En dat zou het later worden. Ja, dus die zat tussen de patiënten en de artsen en aan de andere kant de minister in. Om zo al die bijwerkingen te bundelen en dan uiteindelijk advies uit te brengen aan het CBG. En dat is ook precies wat ze doen. Aan de ene kant bundelen ze de spontane bijwerkingenmeldingen uit Nederland. Dus van patiënten, artsen, apothekers, maar ook andere gezondheidswetenschappers. En houden ze case reports bij. En dit is een relatief eenvoudige, goedkope manier om alles bij te houden. Maar je mist onwijs veel informatie. Want je kan wel nagaan dat niet alle bijwerkingen gemeld worden. Dus je krijgt alleen af en toe een aantal signalen. Dus op basis hiervan kan je niet zeggen hoeveel het voorkomt in de algemene populatie. Want stel, iemand krijgt 100 meldingen over een bepaald geneesmiddel. Weet je niet wat de deler is. Dus het zijn 100 bijwerkingen, maar als het 3 miljard mensen gebruikt, door 3 miljard mensen gebruikt wordt, dan is het nog heel weinig. Wordt het nou maar door 100 mensen gebruikt, dan is het wel heel veel. Maar dat weet je dus niet. Aan de andere kant kan je case control onderzoek of prospectieve onderzoeken doen. Maar die zijn heel duur en worden eigenlijk geïnitieerd door de farmaceut. En die zal dat niet zo heel graag willen. Dus pas als er voldoende spontane bijwerkingen en meldingen zijn of case reports, dan zal er overgegaan worden naar case control of prospectieve onderzoeken. Die veel duurder zijn, maar waarbij wel precies bijgehouden kan worden wat nou de incidentie zou zijn. Nou, en mocht er dan voldoende aanwijzingen zijn dat een bijwerking echt wordt veroorzaakt of veel vaker voorkomt dan gedacht werd, dan kunnen er aanpassingen worden gedaan. Er kan bijvoorbeeld een amendement in de SNPC worden toegevoegd. Er kan nieuw onderzoek worden geïnitieerd, dus nog meer case control onderzoek. Er kunnen ziekenhuisprofessionals, die kunnen worden geïnformeerd door een bepaalde brief. En zeker een Dear Healthcare Professional Communication Brief. Het geneesmiddel kan tijdelijk worden opgeschort, dat het niet meer verkocht mag worden. Of het kan helemaal doorgehaald worden in het register. En dus die registratie wordt dan helemaal afgewezen of doorgehaald. En dat is het meest ernstige wat er kan gebeuren. En in Nederland zijn er al verschillende geneesmiddelen doorgehaald door het register, omdat er aanwijzingen waren dat het in fase 4 onderzoek toch niet veilig was. Dan is het de vraag, het LADEP kan dit wel allemaal doen, maar dan is het de vraag, hoe herken ik dan een bijwerking? Hoe weet ik dat dit een bijwerking is en niet iets anders? Ja, want je wil wel een zekere causaliteit bereiken. Je wil die adverse drug reaction van die adverse drug event onderscheiden. En dat verschil berust op causaliteit. Het kan op verschillende manieren worden onderzocht. Op de BAT-M manier of een Naranjo algoritme volgen. En ik ga proberen uit te leggen wat deze verschillen zijn. Hoe herken ik een bijwerking aan de hand van de BAT-M methode? Stel, we hebben deze casus. Je hebt een patiënt met astma. En na het gebruik van een beta-blokker, en bij het gebruik van een beta-blokker is deze patiënt benauwd. Ja, wat is er dan het geval? Is deze patiënt benauwd omdat de astma ernstiger is?
Of is deze patiënt benauwd omdat ze astma heeft en nu een nieuwe beta-blokker heeft? En die twee zaken moet je van elkaar gaan proberen te onderzoeken of te onderscheiden. En de BAT-M, ook wel een acroniem, voor vier belangrijke vragen die je zelf moet stellen. De eerste is de B. Is het bekend in de literatuur? Nou, we weten bijvoorbeeld dat metoprolol ervoor kan zorgen dat de benauwdheid bij astma patiënten erger wordt. Dus inderdaad, het is bekend dat een beta-blokker kan zorgen voor benauwdheid. Zijn andere oorzaken uitgesloten? Nou, dan is het bijvoorbeeld de vraag, heeft deze patiënt met astma een virale luchtweginfectie? Mocht deze patiënt dat nu net doormaken, dan is het waarschijnlijk dat de astma ernstiger is geworden door die virale luchtweginfectie, niet per se door die beta-blokker. Dan de tijdsrelatie. Is er een tijdsrelatie met het starten van die beta-blokker en de benauwdheid? Dus met andere woorden, is de benauwdheid opgetreden na het starten van die beta-blokker? Of werd die beta-blokker al jarenlang gebruikt en wordt iemand nu pas benauwder? En die tijdsrelatie hoeft niet per se één op één te zijn. Veel geneesmiddelen of veel bijwerkingen treden op vlak nadat een geneesmiddel is gestart, maar sommige, dat duurt veel langer. Een voorbeeld bijvoorbeeld is het optreden van bepaalde maligniteiten bij het gebruik van de anticonceptiepil. Het is niet dat als iemand een anticonceptiepil slikt, dat hij morgen een maligniteit heeft. Dan ga je weken, maanden, jaren overheen voordat iemand dat optreedt. Dus die tijdsrelatie is veel langer. Dan de M, het mechanisme van de bijwerking. Nou, we weten bijvoorbeeld dat de blokkade van de B1-receptoren aanleiding geeft tot bronchoconstrictie. In tegenstelling wat dus op deze sheet staat. Dus we weten wel degelijk dat een beta-blokker via die blokkade van die B1-receptoren aanleiding kan geven tot benauwdheid. Nou, een andere manier om dit te onderzoeken is met het Naranja-algoritme. Het Naranja-algoritme is wat uitgebreider en stelt 10 vragen die hieronder staan aangegeven. En op basis daarvan, voor elke vraag krijg je punten. En hoe meer punten er zijn, hoe hoger deze causaliteit is. En je zal wel zien dat er verschillende, of dat er veel vergelijkbare vragen worden gesteld in net even een andere manier. Ja, dus met die BAT-M en dat Naranja-algoritme, dat zijn twee manieren om enige causaliteit aan te brengen tussen de klachten en eventueel de bijwerking. Als je dan eenmaal een bijwerking hebt gediagnosticeerd, of in ieder geval een verdenking hebt op een bijwerking, dan moet je nou eens ook nog gaan proberen te categoriseren. En dan is de eerste vraag, ja, is dit ernstig of is dit hevig? Welke eigenschappen heeft die bijwerking? En wat voor type is het? Dan de eerste vraag, is het ernstig of is het hevig? En wat is het verschil daartussen? Als ik even een voorbeeld geef, een vrouw met 3 keer per dag diarree waardoor de boodschappen doen moeilijk is. Is dat dan ernstig of is dat dan hevig? Nou, een ander voorbeeld, een vrouw met hevige diarree en braken waardoor werk onmogelijk is. Kan gewoon de werkzaamheden niet meer doen. Of als laatste voorbeeld, een vrouw met hevige diarree, met dehydratie, waarvoor intraveneus hydratie. Ja, alles lijkt wel ernstig of hevig, maar zit er dan toch een verschil? Wel degelijk. Want wat betekent dat een bijwerking ernstig is? Een ernstige bijwerking voldoet aan een van deze zaken. Of deze patiënt overlijdt, of het is levensbedreigend. Of er wordt een ziekenhuisopname of verlenging van ziekenhuisopname bewerkstelligd. Er is teratogeen, niet tijd. Dus het ongeboren kind heeft daar problemen van. Of er is blijvende schade. Nou, als we kijken naar dat eerste voorbeeld, die vrouw met 3 keer per dag diarree, voldoet dat niet aan de definitie ernstig. Maar toch voel je dat dit wel vervelend is. En het is dus wel hevig. Want die patiënt die heeft er wel degelijk problemen mee. Ook probleem 2, vrouw met een hevige diarree en braken waardoor werk onmogelijk is niet ernstig,
in die definitie, maar wel hevig voor deze patiënt en die zal er best heel veel last van hebben. De derde, een vrouw met hevige diarree en dehydratie waarvoor intraveneuze hydratie, deze patiënt zal hiervoor moeten worden opgenomen. En deze valt dus wel onder de categorie ernstig. Dit is namelijk een verlenging / ziekenhuisopname ten grondslag. Ook de hevigheid zal best wel aanwezig zijn. Dus zo kan je zien dat je een onderscheid kan maken in ernstig of hevig. Aan de andere kant moet je kijken naar de eigenschappen van de bijwerking. En sterker nog, wat er gebeurt op het moment dat je het geneesmiddel wat de bijwerking veroorzaakt stopt of dan wel opnieuw opstart. Er zijn namelijk een aantal termen die dit beschrijven. De eerste term is namelijk de D-challenge. Dus dat is eigenlijk een testje om te kijken wat gebeurt er nu als je het geneesmiddel, wat waarschijnlijk die bijwerking veroorzaakt, stopt. Dan kan deze positief of negatief uitpakken. Een positieve D-challenge betekent dat de bijwerking stopt op het moment dat het geneesmiddel gestopt wordt. Een negatieve D-challenge betekent dat de bijwerking gecontinueerd is op het moment dat het geneesmiddel gestopt is. Daarnaast hebben we de re-challenge. De re-challenge beschrijft wat er gebeurt als het geneesmiddel wat eerder die bijwerking gaf, als dat weer opnieuw wordt gestart. Ook dit kan weer positief of negatief zijn. Dus een positieve re-challenge, dat betekent dat de bijwerking weer optreedt op het moment dat het geneesmiddel weer opnieuw wordt geïntroduceerd. En als laatste kunnen we kijken naar verschillende type bijwerkingen. Er zijn namelijk een aantal typen beschreven, van A tot en met G. En die hebben allemaal weer andere eigenschappen. Zo is de type A en de B, die komen veruit het meeste voor. En de E tot en met G, ja, die zijn eigenlijk wel heel erg zeldzaam en worden vaak niet beschreven. Maar als we vooral kijken naar die type A en die type B, om daar onderscheid tussen te maken. De A is ook wel de augmented bijwerking. Dat betekent dat die bijwerking gerelateerd is aan de dosering. En dat is eigenlijk met alle bijwerkingen het geval. Als ik veel geneesmiddel geef, dan zal ik er veel bijwerking van krijgen. Dat is vaak ook weer de gedachte. En je ziet dan ook dat als je het geneesmiddel stopt of de dosis reduceert, dan zal de bijwerking afnemen. Hier is dus vaak een positieve D-challenge. Aan de andere kant, de type B-bijwerking, de bizarre bijwerking, dat is vaak een soort allergische reactie. Vaak ook een hoge mortaliteit en vaak ernstig, maar minder veel voorkomend. In dit geval moet je het geneesmiddel niet nog een keer gaan doen. Als je het namelijk nog een keer geeft, dan zal de patiënt wederom weer deze klacht krijgen. Dosisreductie heeft dan ook in dit geval niet heel veel zin. Namelijk een bijwerking van een allergie die treedt op bij een lage dosering en ook bij een hoge dosering. Dus dat maakt eigenlijk niet zo uit. Als we dan twee voorbeelden bekijken. We pakken weer dat voorbeeld van die patiënt met astma erbij. Patiënt met astma en het gebruik van een beta-blokker. Is dat nou een type A? Een type B bijwerking. Nou, dit is echt een type A bijwerking. Het heeft namelijk te maken met het werkingsmechanisme. En als we minder geneesmiddel, dus de dosering aanpassen, dan zal de benauwdheid ook wel afnemen. Aan de andere kant, een patiënt met angio-edeem bij het gebruik van een E-schermer. Dat is meer een allergische type reactie. En dat is ook meer een type B-reactie. Nou, als je minder E-schermer zou geven, dan zal die angioedeem alsnog bestaan. En als je die E-schermer nu stopt en over een aantal maanden weer gaat introduceren, dan zal de angioedeem wederom meer optreden. Dus een positieve re-challenge. Als we dit allemaal bij elkaar nemen, dan zien we dat niet alle medicatie veilig is. We zien dat het vaak lastig is om een bijwerking te diagnosticeren, te categoriseren. En dat we er eigenlijk alles aan moeten gaan doen om die medicatieveiligheid te verhogen.
Nou, een van de manieren waarop dat gedaan kan worden, is leren beter voorschrijven door de mensen die moeten voorschrijven. Nou, daar zal onder andere het college F-team en polyfarmacie zal meer aandacht aan gaan besteden. Daarnaast is het belangrijk om hele duidelijke instructies aan patiënten te geven. Daar zal ik ook in de volgende dia's op terugkomen. Maar daarnaast is het dus ook belangrijk om geneesmiddelen te blijven monitoren. Dus dat werk van het Nederlands Bijwerkingencentrum LADEP is onwijs belangrijk. Zonder dit zullen er enorme problemen gaan ontstaan de komende jaren. En vooral omdat er heel veel nieuwe geneesmiddelen op de markt komen, die steeds sneller op de markt willen komen. Dus er gaan fouten een keer optreden, met eventueel catastrofale gevolgen. En door dat fase 4 onderzoek zo goed mogelijk te blijven doen, kunnen we die kans op die ernstige bijwerkingen proberen te verminderen. En als laatste is het dus ook heel erg belangrijk, ook voor jullie, om als je bijwerkingen ziet, deze te rapporteren. Iedereen in Nederland mag namelijk deze bijwerkingen rapporteren bij het Nederlands Bijwerkingencentrum LAGEP. Daar hoef je geen afgestudeerd papiertje voor te hebben. Iedereen kan dit doen. Patiënten, artsen, gezondheidswetenschappers, apothekers, iedereen. Dus ga dat ook doen als je het ziet. Als we dan even terugkomen op die duidelijke instructies aan de patiënten, dan is het een vraag die ik wil voorleggen aan u. Wat zou u overleggen of uitleggen over paracetamol als je iemand een doosje paracetamol geeft? Denk hier even een paar seconden over na. Oké, ik hoop dat u erover na heeft gedacht. Wat nou als ik u dit laat zien? Dit is het farmacotherapeutisch kompas. En die zegt, dit kunt u er allemaal van krijgen. Dit zijn alle bijwerkingen die beschreven zijn bij paracetamol. Wat zou u nu uitleggen over paracetamol? Is het nog steeds hetzelfde of is het minder? En dan rekening houden dat wij u in het college pijnstillingen hebben gezegd dat paracetamol een enorm veilig geneesmiddel is. En dan toch kan ik bijna een halve dia daarover vullen met bijwerkingen van paracetamol. Dat kan u heel veel schrik aanjagen. En dat begrijp ik. Er staan namelijk ook hele ernstige gevolgen. Depressie, verwachtheid, hallucinaties, koorts, malaise, tremor. En hieronder staan ook nog hele ernstige zaken als een Steven Johnson syndroom, dat heeft u misschien niet eerder van gehoord, maar dat is een syndroom waarbij al uw huid van uw hele lichaam ervan affladdert. Alsof u overal blaren heeft, maar dan als gevolg van paracetamol. Vreselijk als dit optreedt, maar het treedt niet heel vaak op. En dan is het ook de vraag aan u, wat zou u uitleggen? En het juridisch kader zegt namelijk, een patiënt moet duidelijk en desgevraagd schriftelijk voorafgaand worden ingelicht over onder meer een vastgestelde behandeling en de bijbehorende risico's. Maar dan is het de vraag, zou u dit allemaal vertellen? Of zou u dit willen horen als u paracetamol voorgeschreven krijgt? Dat is maar de vraag. Dan zijn er nog andere zaken, want ook het vertellen van al deze bijwerkingen heeft nadelige effecten. Want nu ik u dit heb laten zien, heeft u een negatief verwachtingseffect. En als u paracetamol slikt en u zult een dag daarna koorts krijgen, dan zou u dat misschien attribueren aan het gebruik van de paracetamol. Maar misschien had u wel een griepje en heeft u daarom de paracetamol gebruikt en heeft u nu koorts. En dus op het moment dat iemand geneesmiddelen gebruikt, dan attribueert iemand de bijwerkingen of de symptomen die hij ervaart aan het geneesmiddel. Maar het kan ook wel gewoon liggen aan het probleem waarvoor iemand het geneesmiddel gebruikt. He, dus het vertellen van al deze bijwerkingen kan wel degelijk nadelige gevolgen hebben. En dat moet u zich ook realiseren. Dus de afweging van wat leg ik uit over paracetamol en wat niet, is heel erg lastig. Helemaal als we dit juridisch kader erbij pakken. Nou, en daarnaast is het belangrijk om je te realiseren dat er een meldplicht is op het melden van ernstige bijwerkingen.
En dus het gaat over ernstige bijwerkingen. Dus die zaken waar iemand bij overlijdt, waarbij iemand ziekenhuisopname nodig is, tegenterogeniteit en nog een aantal. Gelukkig is dat nu verplicht, vooral voor BG-geregistreerde zorgverleners. Maar uiteraard wil ik u ook aanmoedigen om meldingen te doen als u die ziet. Dus wat wil ik u vandaag vertellen en wat hoop ik dat bijblijft? Bijwerkingen komen heel veel voor, komen in alle maten voor, maar kunnen ook zeer ernstig zijn met heel veel ziekenhuisopname ten gevolge. Het herkennen van bijwerkingen is lastig. En het onderscheid maken tussen symptomen en bijwerkingen is ook lastig. Maar hopelijk met de BAT-M of het oranje algoritme kunt u daar een onderscheid in proberen te maken. Belangrijkste ook is de ene bijwerking is de andere niet. De ernst kan verschillen, de type kan verschillen en ook de categorie kan verschillen. En daarnaast zijn er verschillende manieren om die medicatieveiligheid te verhogen, waaronder het melden van deze bijwerkingen. Dus ik hoop dat u dat gaat doen. Ik wens u nog een hele prettige dag en hopelijk tot snel.